Net als veel mensen maakt Drutenaar Maurits Klaver zich ernstig zorgen over de situatie in Oekraïne. Hij is in actie gekomen en vangt vluchtelingen lokaal op. Omdat ik het, me, het lot heel erg aantrek van wat er gebeurt. Het, is, uh, uh, het, het komt heel dichtbij. Het is natuurlijk, uh, ja, je, bent, je bent zo in Oekraïne. De beelden die je op tv ziet, die, die maken gewoon echt indruk. En toen ben ik donderdags uh, ben ik een website uh, gaan bouwen, Facebookpagina gaan, uh, gaan opzetten en eigenlijk gewoon. ...lokaal gaan vragen van jongens wie wil helpen en wie kan wat doen. De eerste vluchtelingen, een stel, krijgen onderdak in een stakerven caravan ...en zij gaan vervolgens zelf ook helpen. Ja, de eerste caravan is vanmorgen hier neergezet uh, met een hoop uh, sponsoring. Iedereen die ons helpt. Uh, um, uh, nou ja, het mooiste is, hij, uh, hij wordt nu schoongemaakt. En uh, zij gaan mij weer verder helpen, hebben ze aangeboden om uh, nou ja, contacten te leggen... ...met, met uh, Oekraïense mensen uh, en vooral de, 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 de taalbarrière op te vangen... Dus laat me je helpen laat me kijken wie het is ik kan via allerlei netwerken kan ik informeren wie dat zijn Um, nou ja, zodoende proberen we gewoon zo goed mogelijk een beeld te krijgen. wie halen we hier naartoe? Want je wil ook niet zomaar iemand hier naartoe halen. Klaver geeft mensen die ook vluchtelingen willen opvangen, advies. Ik probeer die mensen gewoon, uh, nou ja, ook gewoon een gesprek net zoals nu aan te gaan. om te kijken van wat, wat zijn de bedoelingen. Maar vooral ook bij die mensen echt na te gaan van. ben je ervan bewust dat dit niet voor even is? Dit is niet een, een paar maanden of een half jaar. Het kan goed zijn dat die mensen hier over een jaar nog uh, bij je in huis zitten. En wil je dat? Sta je daarvoor in? En vooral zolang de, de, de overheid, de politiek, zijn verantwoording niet neemt en niet zorgt dat er beleid komt waar mensen op terug kunnen vallen, um, ja, zul je financieel wel verantwoordelijk zijn voor de, het opvangen van die mensen. Ik hoop echt van harte dat daar ook de, de, de gemeente hun verantwoording in neemt. Want, want uiteindelijk, um, het is een burgerinitiatief, ik, ik accepteer ook geen donaties, ik wil ook helemaal geen financiële hulp. Het enige wat ik wil is dat de gemeente garant staat. Er is veel vertrouwen in het slagen van zijn project. Volgende week als we hier weer staan, dan hebben we tien gezinnen ondergebracht. Weet ik zeker.